Schetsen opnieuw onder de loep. Sporters vallen in de prijzen in Leiderdorp. En intocht in de Leidse regio. Welkom bij het Unity TV-nieuws van maandag 23 november. Ontwerpers van de Leidse centrumroute moeten volgens verkeerswethouder Robert Strijk de schetsen opnieuw onder de loep nemen, zo meldt het Leids Dagblad. Het plan voor de centrumroute is in de Leidse gemeenteraad grotendeels warm onthaald, maar er zijn enkele punten van kritiek. Het voornaamste punt is de Hooigracht. Om deze mooier en breder te maken, moeten parkeerplaatsen verwijderd worden. Maar winkeliers vrezen dat klanten wegblijven als ze niet meer voor de deur hun auto kwijt kunnen om de boodschappen te doen. Verder moet de Klokpoort eindelijk bomen krijgen en de Marendijkbuurt geen gewijzigde toegangsweg. Wijkbewoners schrokken van de voorlopige plattegronden waarop hun enige weg naar de buitenwereld via het Schuttersveld was verdwenen. Er komt nog wel overleg met de buurt, aldus Strijk. Het plan gaat over het verbeteren van de binnenstadroute tussen de Lammenschansweg via Hooigracht en Langegracht naar het station. Leiden wil de doorstroming voor bussen verbeteren en de straten ook mooier maken. Aan de Lammenschansweg in Leiden heeft maandagochtend voor het middaguur een botsing plaatsgevonden tussen drie auto's. Hierbij reed een bejaard stel in op het bushokje bij bushalte Lammenschans. Een van de ruiten van de wachtruimte is gesneuveld. De politie en ambulance waren snel ter plaatse. Alle inzittenden van de voertuigen zijn gecontroleerd, maar er is niemand gewond geraakt. Voor zover bekend zijn er geen mensen geraakt die bij de bushalte stonden te wachten. Het is weer zover. Afgelopen zaterdag liep de hele Leidse regio uit om een kijkje te nemen bij de intocht van Sinterklaas. Om 2:30 's middags was het de tijd aan Zoeterwoude. Per boot arriveerde de Sint samen met zijn pieten aan de kade van de Miening. Ze werden welkom geheten door burgemeester Bloemen. Na vele handjes te hebben geschud, ging Sinterklaas verder naar het dorpsplein onder begeleiding van de drumband VIOS. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het altijd heel fijn om hier in Zoeterwoude te komen. Al die kinderen, al die ouders, al die opa's en die oma's. Het goed georganiseerde dorpsfeest hier. De welkom die ik geheten heb aan de Miening met de boot. Het is eigenlijk allemaal heel erg goed gegaan. En ik hoop dat alle kinderen hier zoveel plezier hebben aan dit feest, dat ze de komende week allemaal hun schoen mogen zetten. De jaarlijkse Leiderdorpse sportprijzen werden vrijdagavond uitgereikt in Sporthal de Does. Het was voor de 21ste keer dat Stichting Sportpromotie Leiderdorp de prijs organiseerde. Dat doen we voor alle goede sporters hier in Leiderdorp. Die het afgelopen jaar of het afgelopen seizoen, en dat loopt altijd van eind augustus tot september het volgende jaar. Dat ze gewoon prestaties leveren die buitensporig zijn. En zeker in hun eigen tak van sport. En ja, daar doen we het voor. Om ze echt een keer een podium te geven. De aanmoedigingsprijs ging naar de 14-jarige Diede Rozenboom voor turnen. Zelfvereniging De Blauwe Schuit werd uitgeroepen tot beste sportvereniging. Ja, is heel erg onverwacht, maar ik vind het wel superleuk. Ik had het jaar wel veel geoefend op de finale en met resultaat daar dus en hier ook weer. Simone van Meurs van basketbal kreeg de vrijwilligersprijs en de meisjes van Electo 1 werden uitgeroepen tot beste sportteam. De laatste twee prijzen waren voor Eva Reinders voor kogelslingeren en Jelte van Atten voor atletiek. Ze werden sportvrouw en sportman van het jaar. Naast het uitreiken van de prijzen waren er ook diverse optredens, onder andere van dansschool Emotion, zangeres Maaike van der Veer en Acro Gym. De presentatie van de avond was in handen van Rudolf Labendel en Reina van Velsen. In Amsterdam hebben de basketballers van ZZ Leiden zich zaterdag goed hersteld na de midweekse Europese uitschakeling. Het team won met een eindstand van 55-70 van Apollo. Leiden keek na het eerste kwart nog wel tegen een achterstand aan, maar kwam in de tweede periode sterk terug en nam de leiding. Het verschil werd in het derde en vierde kwart gemaakt. ZZ Leiden had continu een voorsprong van 14 à 20 punten. In de Dutch Basketball League, oftewel de Eredivisie, pakt ZZ Leiden nu de tweede plek. We zijn aangekomen met Sinterklaas. Het is hartstikke druk, er zijn heel veel kinderen gekomen. Alles is goed gegaan en vandaag ga ik je laten zien hoe blij de kinderen zijn. Sinterklaas, alle kinderen staan hier vanmorgen op u te wachten. Al een heel goed
heb jou wat gevraagd voor Sinterklaas, voor je schoen? Ja. En wat is dat? Moet je wat zeggen? Een pop of iets anders? Of weet je het nog niet zo goed? Ik weet het niet meer. Heb je je schoen al gezet? Ja. En wat zat erin? Een doekhoek en een chocoladeletter. Oh, lekker. En heb je ook een tekening in gedaan voor Sinterklaas? Nee, maar wel een verlanglijstje. Oh. En is je wens uitgekomen? Ja. En wat heb jij gekregen van Sinterklaas? Of heb je nog niks gekregen? Wat heb jij gekregen? Snikkerlijn, maar die is alweer op. Oh, heb je hem gewoon opgegeten? Nou, opgelijmd, hè? Nou, was in ieder geval lekker. En wat heb jij gekregen voor Sinterklaas? Snoepje. Lekker. En zijn ze al allemaal op? Ja. En heb jij ook een verlanglijstje? Ja. En wat heb je erop geschreven? Een boek en de rest ben ik vergeten. En wat hebben jullie gekregen voor Sinterklaas? Ik heb... Nog niks, hè? Nog niks. Ga je nog wat vragen aan Sinterklaas? Ja. Ga je je schoen zetten? Ja. Ga je er ook een tekening in doen als je schoen zet? Ja. Of een wortel of iets? Ja. Het komt goed. We hebben heel veel pakjes bij ons. En we gaan alle schoentjes vullen. Ja, zeker. Dan heb ik ze ook afgesproken met ze. En al die pieten, ik heb het geregeld. De lijstjes zijn op volgorde van de straten. Het komt goed. En dan nog het weer. Vandaag was het een heldere maar frisse dag met een maximumtemperatuur van 7 graden. De weerfoto van vandaag werd gemaakt door Carmen van de Oever bij Leidse Hout in Oegstgeest. Vanavond trekt er bewolking over de regio en zakt de temperatuur naar 4 graden. Morgen blijft de bewolking hangen en gaat het regenen boven de regio. De temperatuur ligt dan rond de 6 graden. En de rest van de week is het bewolkt met af en toe een zonnetje en een bui. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 8 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Dinsdag om 6 uur melden wij ons weer met een nieuwe uitzending. En in de tussentijd houden we op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. En ik wens je nog een hele fijne dag.